Maar nee. En voor de enkele dame die het kijkt, welkom bij weer een nieuwe video op deze eerste paasdag. Sowieso allemaal een fijne paasdag gewenst. Laat me vooral weten wat jullie gaan doen. Ga je weer lekker typisch veel vreten. Wat dan ook, ga je gewoon lekker genieten van het weer. Kan ik je zeker aanraden trouwens. Je ziet hier het eerste eigenlijk wat we doen. Daar gaan we het even over hebben. Duimpje omhoog op deze video zou ik trouwens enorm waarderen. Ik laat je zien dat ik basically al die duplicates verkocht heb. Want ik weet dat mensen anders helemaal lijp zouden worden. Een duimpje omhoog op deze video zou dus enorm gewaardeerd worden. Gisteren had de video 500 likes. Was mooi, was top. Zeker omdat, weet je, het is lekker weer. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen binnen een video zit te kijken. Dus waardeer het alleen maar meer. We gaan door, want je zag dus dat ik Henderson had unlocked. En ik zei dat ik vrijdag 10 potten zou noemen van Wicked League. En toen dacht ik, maar als ik nou nu eerst gewoon die objective doe, die van Henderson, dan heb ik dat maar vast gehad. En dan hoef ik niet door de week tegen allemaal tryhards. Dus ik dacht, hey, uitstekend. Vervolgens maak ik hier geen overtreding, maar ik krijg wel een penalty tegen, want FIFA 19. Nee, ik dacht, ik doe dat gewoon, want het lijkt me niet zo heel moeilijk. En het ding is ook ermee, is heel belangrijk, hè. Voor als je het vergeet, mensen snappen die eisen nog wel eens niet. Je moet gewoon starten met 11 zeldzame gouden Engelse spelers. Dus dat is Rooney. Dat is, weet je, dat is Henderson's normale kaart. Al dat soort dingen. Madison bijvoorbeeld. Gray, Deeney, ga ze maar door. Daarmee moet je beginnen. Vervolgens kan je iedereen erin missen die wilt, behalve icons. Dat is het. En de eerste game die ik van die objective deed, verloor ik. Was jammer, vervelend, maar ik verloor hem. Waarom? Omdat ik dacht, ik doe Noble dit keer, weet je wel. Ik gebruik alleen maar Engelse zeldzame spelers. Nou, dat was nogal kut, want de eerste tegenstander bracht en van Errol de Rossi. Was 90 Pedicic en nog iemand erin. Nou, kan je vertellen, niet doorheen te komen. Dus ik besloot gelijk hetzelfde te gaan doen. Nou, spoiler alert, ik won al 8 games erna. Gewoon lekker makkelijk. Deze game ook. Het was mijn eerste game van de Wicked League. En het is gelijk zo belachelijk intens. Hoe de bal stuitert. Hoe het komt. En het is vaak leuk. Omdat het in mijn voordeel werkt. Maar het hoort niet te gebeuren natuurlijk. En dat brengt me eigenlijk bij een paar dingen. Die we toch wel even moeten bespreken. Allereerst sowieso het leuke van dit, zeg maar, op zaterdag spelen. Het zijn 8 potten die je ziet. Die speel ik allemaal op zaterdag. Je komt nog eens tegen wat andere teams als je later begint. 4-3-2-1. Sanchez, Richarlison. Ik zie het niet vaak. Richarlison is hoe je het wilt. Het is wel lekker, het is af en toe even wat anders. Dat betekent niet dat het altijd gewoon goed gaat. Maar dan denk ik ook die bal net bijvoorbeeld. En dan denk ik, wat is er mis met die bal dat die er niet in gaat? En dan dit gaat weer op de paal en dan de rebound moet erin. Dan denk ik, time finishing moet uit FIFA 20, man. Ik kan het echt niet meer zien of lukt. Het is gewoon niet te doen. Ik heb gewoon het gevoel onderaan met hoe inconsistent finishing is. Dat ik die bal gewoon letterlijk tegen de touw moet rammen. Nadruk op rammen met een harde R. Of rollende R, het is net hoe je het wil, sorry. We hebben tegen dit team, geinig team, beetje vreemd, niet vaak die combinatie van spelers gezien, maar we gaan er gewoon voor, doen gewoon ons best hier ook. Dit, echt, wat is dit? Nou jongens, ik heb er toch geen woorden voor, ik zat er echt met mijn bek open van, oh dat wordt er zo eentje. Want je ziet het gaan hè, je pakt die bal af met Vieira, je paast hem uit, je paast hem naar Netvet en daarna los je het gewoon makkelijk op, weet je, want je hebt tijd en ruimte. Dan vervolgens... Ja, vervolgens kijk je trouwens, oh, wat de fuck is dit nou man, wat de fuck. Vervolgens krijgt hij die bal omdat mijn spelers tegen elkaar aanbotsen. Dit gebeurt alleen toch in deze game jongens. En het is toch echt iets anders, 3-2 staat het dan hier. Ik probeerde maar gewoon door te gaan, ik was zo gefrustreerd op dit moment. Daarom klik ik ook op start, ik wilde gewoon wisselen, ik wilde er gewoon een eind aan maken. Maar dan, ja, hier zo, ik blokkeer de bal met Luis Van Dijk, ik druk wel de power in, maar hij doet eigenlijk niks terwijl hij springt. Wat toch tamelijk opmerkelijk is vergeleken met die inform. Werner, krijgt hij vervolgens 2 goals zo mee. En dan score ik hier uiteindelijk nog. En dan denk ik, hoe verlies ik van deze kneus? Ik heb persoonlijk geen idee, maar kan gebeuren. Dit was ook een vreemde. De reden kan je waarschijnlijk wel raden. Is, hij wisselde gelijk die rechtsback uit. Hij wisselde Dolberger gelijk uit. En ik geloof ook AK. En persoonlijk snap ik dat niet helemaal. Natuurlijk zijn het niet de optimale kaarten. Maar je gebruikt je gelijk je 3 wissels in het begin van de wedstrijd. Nou, 1 is logisch. 1 is redelijk veel voorkomend. 2 is iets wat vreemd, maar begrijpelijk. Maar 3 is gewoon ronduit jezelf naaien. Dat snap ik niet, dat moet je nooit doen. Maar in ieder geval, we komen hier gewoon door. We staan 2-0 voor. We gaan gewoon lekker door. Net vet, zwakke been. Ik heb het gevoel dat ik meer kansen heb om een rebound te forceren. Dan hem daadwerkelijk in 1 keer in het doel te schieten. Zeg maar tot het punt dat, als ik een 1-op-1 krijg, dan ga ik rustig lopen. Schiet ik hem niet te hard, maar niet te zacht. En dan schiet ik hem gewoon tegen de keeper aan en krijg ik een rebound. Maar daar heb ik meer kans mee, voor mijn gevoel, dan een daadwerkelijke 1-op-1. En weet je wat het nadeel is? En dat bericht, ik sprak het een maand geleden al, want het gevoel is dat dat gewoon zo blijft. Ze zijn nu bezig met FIFA 20 en je merkt het ook op Twitter.
Zeg maar, ze vragen aan mensen hun feedback en dergelijke. Je hebt van GameChange gezien dat ze mensen vroegen om wat zij problemen vonden voor feedback en zo. Nou heb ik dat niet aan jullie gevraagd, omdat ik de game zoveel gespeeld heb dit jaar in elke game mode. Dat ik weet waar mensen over klagen, ik zie het overal. Ik snap het. Ik snap dat ze dat vragen. Weet je, ze erkennen in een bepaalde mate dat er heel veel dingen zijn die mis zijn met FIFA 19. En ze willen proberen zoveel mogelijk te voorkomen voor FIFA 20. Dat is mooi. Alleen het nadeel is, en dat is wat ik graag had gezien, is ik wou dat er in ieder geval nog een soort kleine afdeling was die kleine updates kon brengen voor FIFA 19. Want dit is dus de gameplay voor het grote gedeelte. Misschien dat er hooguit nog een minimaal iets komt, maar niks wat echt grote invloed zal hebben. Dit is dus wat we gaan hebben tot de nieuwe game uitkomt. En dat is jammer. Dat is jammer, want dingen zoals first time shots zijn gewoon duidelijk te OP. En dat is sowieso tamelijk opmerkelijk. In de zin dat hoe effectief ze zijn is gewoon, ja, vind ik, een beetje raar. Maar we moeten er het leren mee leven. We moeten er het beste van zien te maken. En daarom wil ik er ook niet te veel over klagen. Weet je, je weet dat ik, als je mij kent, ik kan behoorlijk klagen. Ik klaag ook vrij veel. Alleen ik probeer het gewoon zo aangenaam mogelijk te houden. En daarom, weet je, gebruik ik de spelers die ik wil. Probeer ik gewoon elke keer een andere formatie uit, een andere set spelers. En ja, dat betekent dat ik niet altijd Elite 3 ga halen of Elite 2 een keertje, I don't know. Maar het is voor mij meer te doen zo, zeg maar. Zeg maar, ik heb nu nog de motivatie om die laatste 22 games te grinden. Ondanks plannen die er zijn. Want ja, de rebounds komen 24-7 voor. Vervolgens scoor je toch gewoon vanaf de aftrap terug, dus je hoeft je eigenlijk nooit echt zorgen te maken. En dat, het is onmerkelijk. Zeg maar, het gaat niet eens slecht in deze set van 10, set van 8. Het gaat echt niet slecht, maar het is gewoon, hoe het gaat, is een beetje opmerkelijk. Ik zit er ook met een soort grijs in mijn gezicht nu. Want ik vind het wel grappig om te zien, maar ik kan me voorstellen hoe frustrerend het is om het tegen je te krijgen. Het is gewoon, dat is vreemd. Want hier ook bijvoorbeeld, past hem direct in mijn voeten, Rambo, neemt hem keihard aan en dan vervolgens maak ik zelf 2-1. Hier ook, dit is mijn fout. Omdat ik dit punt, zoals ik zei, en zoals je net al een beetje door mijn stem heen kon merken, ik was gewoon een beetje klaar mee. Ik kon de bal uitgooien, doorwerken naar het eind van de wedstrijd. Ik zat er een beetje half bij. Wat voor mij logisch is, want de gameplay was gewoon niet leuk. Like, die eerste game vond ik al opmerkelijk. Dat verliespartijtje was nog vervelender. En dan vervolgens scoor ik de meest lelijke goals. Nou, oprecht. Kijk, dit is zijn fout. Maar die corner, zeg maar, hoe gaat zijn keeper daar onder die bal door? Vervolgens hier doe ik nog een keer hetzelfde. Swing ik hem weer in. David Luiz kopt hem vrijwel uit zichzelf binnen. En dan win ik 5-2. Maar dan denk ik, ja, ik kan je zeggen dat mijn derde en vijfde goal waren gewoon tamelijk opmerkelijk. Maar goed, we gaan door. Want we komen tegen dit team. Is een leuk team, zeker. En de reden dat ik dat zeg is, ik zie die Martial en zo niet vaak. En ik merk dat ik hem ook dit jaar eigenlijk bijna te weinig heb gebruikt. Vanwege het feit dat hij die 3-star weakfoot heeft. En ik ben aardig geobsedeerd geweest in die zin. Met spelers die minimaal 4-star weakfoot moeten hebben. Dus misschien, als jullie dat leuk vinden om te zien. Want ik weet dat, zeg maar, natuurlijk, dit is mijn account. Ik doe wat ik wil, in principe. Alleen, ik vind het ook vaak handig dat ik spelers kan gebruiken of dingen test die ook voor kijkers makkelijk over te nemen zijn. Zodat iedereen een beetje een soort gelijke gameervaring heeft. Dus ik dacht, wil je misschien ook soms eens spelers zien gewoon die wel heel erg goede stats hebben en zo natuurlijk. In composure ook gewoon en stemmen aan alles, weet je. Dat totaalplaatje gewoon lekker te kloppen. Alleen die dan gewoon 3-star weakfoot hebben. Dat is ook belangrijk om mee te nemen richting Team Season, weet je. Er gaan heel goede Team Season kaarten zijn die hier en daar een mankementje hebben. Dat kan zijn 3-star skills, dat kan zijn 3-star weakfoot. Er kunnen dingetjes zijn, maar laat me weten hoe jullie dat, zeg maar, zouden willen zien. Zeg maar, hebben jullie van, nee, ik vind het wel fijn dat elke speler gewoon basically voor de kijker ook gewoon goed te gebruiken is. Want die Martial, ik gebruikte hem zo graag in FIFA 17. En ik weet dat hij toen natuurlijk, geloof ik, althans ik herinner hem als 4-ster. Maar dan denk ik zou wel eens willen testen hoe goed hij nog dit jaar is. Misschien zegt het wel wat dat ik hem nooit tegenkom en is hij gewoon niet goed. Maar ja, het is leuk om mee te nemen voor Team of the Season. Maar wat je ook ziet, vooral in de clips die ik nu heb, is het aantal kansen. En dan denk je, waarom is dat relevant? Nou, geloof me, het afmaken was niet makkelijk. Like, sommige kansen gingen er wel in en dan snapte ik niet waarom het gebeurde. En de makkelijkste kansen, of zo, de best uitgespeelde kansen, gaan dan niet in. Dan denk ik, wat is de weg? Weet je, hoe moet ik het doen? En uiteindelijk kom ik er wel. Weet je, ik score wel telkens, alleen je ziet aan het einde ook die kansenmeter, die blijft me groter en groter en groter worden. Ik moet zeggen, ik weet niet of het aan mijn spelerskeuze ligt. Dat ik zo raar ben qua scoren. Denk ook die 3-0, first time shot. Niet getimed of zo, gewoon first time shot. Met de goede hoek, gaat er gewoon in. Is gewoon lekker. 3-1 wordt het dan hier. Ik weet het niet. Ik ben nerveus, zou ik zeggen, voor die volgende aantal games die ik ga spelen. Want ik weet niet hoe de gameplay gaat zijn. Maak hier 4-1. En hij kon wel wat, deze man. Hij kon wel wat. En ik had respect voor zijn teamkeuze, weet je. Kijk dit ook trouwens. Dit. Oh, mensen.
Mensen, mag ik hier een verklaring voor? Alsjeblieft, wat is dat, man? Het ziet er toch zo oerlelijk uit. Dan komt Marega hier nog een keertje. Hij blijft doorpushen. Het is echt een ijzersterke vent. Uiteindelijk gaat hij net niet in. Maar dit is het einde van deze video. Ik dank je wel voor het kijken. Hopelijk heb je genoten. En zie ik jullie hopelijk morgen weer bij een nieuwe video. Joejoe.